11 uur geweest en 11-11 inspiratie was een idee dat gisteren spontaan in me oppopte. En waar gaat het om? De quote van Einstein is natuurlijk fantastisch, dat je niet met dezelfde aanpak waar je problemen mee hebt gecreëerd, dat zomaar kan oplossen. En waar wil ik naartoe met deze quote, is een brug slaan naar dat we nu van de derde dimensie en de vijfde dimensie gaan. In principe zijn alle dimensies er. Alle dimensies zijn er gewoon. Alles is in het nu aanwezig. En wij begeven ons, wij leven in het nu, in een bepaalde frequentie, in een bepaalde bandbreedte opereren we, in een bepaald bewustzijn. Vanuit dit bewustzijn doen we de dingen die we doen, reageren we op dingen, handelen we, creëren we. En dat is nu aan het shiften. Dus je kunt, en heel veel mensen zijn nu met hun bewustzijn in de vijfde dimensie. Alleen het voelt een beetje als een spagaat. Van, oh, maar één voet zit in die derde dimensie nog en de andere zit in de vijfde dimensie. En in werkelijkheid is dat niet waar. In werkelijkheid ben je gewoon al helemaal in die vijfde dimensie. Maar het is een compleet nieuw veld. En alle verkeersregels die je hebt geleerd in de derde dimensie zijn ineens niet meer van toepassing in de vijfde dimensie. En hoe ga je daar dan mee om? Dus daarvoor de inspiratiesessie van inspiratie. Waar hou je dat nou vandaan? Inspiratie. Het gaat om wat er in jou aanwezig is, in mij aanwezig is. Het vraagt ons om te vertrouwen, om naar binnen te gaan, dicht bij onszelf te komen, bereid zijn om keuzes te maken, trouw te zijn aan onszelf, ongeacht de consequenties. Wat we hebben zo geleerd van, ja, maar als ik nu kies voor mezelf, dan laat ik die ander in de steek. Of dan kan ik er niet zijn voor die ander. Of dan gaat dat ten koste van bla bla bla. En dat ziet eruit als een ramp. En dat ervaar ik zelf ook. En er is ook een weten dat het niet zo is. Want we gaan vanuit een nieuw veld gaan we creëren. Op een nieuwe manier, op een andere manier. En vanuit het hart, vanuit het hartsbewustzijn. Het hart verbindt je onderbuikgevoel. Je in een diepere weten, hè? Je onderbuikgevoel. Ik voel het aan mijn water. Ik voel het aan mijn onderbuik. Met je hoofd. En het onderbuikgevoel is geconnect met moeder aarde. En het hoofd is geconnect met vader zon. En we mogen nu ook daar in die verbinding, vanuit die verbinding gaan handelen. In het belang van alles en iedereen. En al jaren zeg ik van, kijk wat je doet, of je daarmee een win-win-win situatie creëert. Wat bedoel ik daarmee? Dat het voedend is voor jezelf, voedend is voor de ander en voedend is voor het grotere geheel. Dus een bijdrage leveren aan die drie. En als het alle drie voedend is voor alle drie, Dan weet je van, ik heb ook die hoofd-hart-hara-verbinding uitgeleid. En dat is een enorme uitdaging, want het vraagt ons om uit de angst te komen en in het vertrouwen. Dat is super makkelijk gezegd. Maar als je in die vijfde dimensie in een nieuw veld terechtkomt, waar alle verkeersregels die je hebt geleerd, zoals het functioneerde in de derde dimensie, ineens niet meer van toepassing zijn, dan sta je in een soort van blanco veld en nu. En hoe werkt het allemaal? En er is niemand. In de basis is er niemand die jou kan gaan vertellen hoe het werkt. Want dat is precies de shift die we maken. We gaan van een leven waarbij we onze autoriteit buiten ons hebben geplaatst, naar een leven waarbij we eigenmachtig zijn, waarbij we onze eigen innerlijke autoriteit volgen. En daarmee bedoel ik natuurlijk niet het ego, maar onze innerlijke autoriteit. Trouw aan onszelf, aan ons innerlijk licht en onze eigen creatiekracht. En dat is een ontdekkingsreis, een groot avontuur. En daarin mogen we elkaar helpen, elkaar upliften. En wat we daarvoor nodig hebben, is dat we die dualiteit, die frictie, en dat innerlijk conflict
en dat we het oordeel overstijgen. Er is een deel in ons dat oordeelt. Omarm het, accepteer het, geef het ruimte om er te zijn. Maar je hoeft het niet te volgen. Je hoeft er geen gehoor aan te geven. Je hoeft er niet naar te handelen. Dus dat is gewoon een hele grote stap in dit proces. Om jezelf te observeren en op te merken van, oké, wanneer schiet ik in het oordeel? De hele dag door. Ik bedoel, ik heb soms momenten waar ik denk, gaaf, ik ben helemaal uit het oordeel. Ik oordeel niet meer. Oké, er zijn wel oordelen, maar ik heb er geen last meer van. Ik ben eruit, ik ben er doorheen. En dan, poef, gebeurt er iets, komt er iets op mijn pad en yes, ik betrap mezelf erop. Dat ik een gedachte heb van, ja, dat doe je toch niet. En oh, wat belachelijk dit. Of ja, dat kan je toch niet maken. Of whatever, weet je wel. Zo'n soort gedachte. En het is een uitdaging om dat in het grotere geheel te zien. En die vijfde dimensie waar we heen gaan. Kijk, stel je hebt een piramide van met vier hoeken, een vierkant beneden. 1, 2, 3, 4 dimensies. En de vijfde is dan, daarboven is meer de helikopterview. Dat je het grotere geheel kan gaan zien. Dat je het kan overzien. En de draagkracht vanuit het veld, we gaan van onderaf. Van onderaf met elkaar samenwerken. In cirkels. Als je een steentje in het water gooit, dan cirkels om ons heen, cirkels om ons heen. En die cirkels, anderen gooien ook een steentje in het water. Cirkels ook. En die frequenties komen zo samen. En dan maken we een heel nieuw veld. Uplifting veld. En je kan dat in en uitvouwen. Hè? We zijn, het is zo makkelijk praten soms. En sommige dingen zijn weer niet in woorden uit te drukken. Als ik het heel kort samenvat, gaat het om naar binnen te gaan. Bij je eigen gevoel te komen. In het nu. En dat is ook wat er nu gebeurt. De situatie in de wereld is zo dat het heel lastig is om lange termijn te plannen. Zelfs om korte termijn te plannen is lastig. Je hebt alleen nu, je hebt alleen vandaag. Dus vandaag, wat voel ik vandaag? Waaraan kan ik bijdragen vandaag? Hoe kan ik bijdragen aan mijn eigen zelfhealing, aan mijn eigen welzijn? En van daaruit mijn frequentie houden op het niveau van onvoorwaardelijke liefde. Dat als ik getriggerd word, en dat ik het kan tackelen, en dat ik dan ervoor kan kiezen om in plaats van meteen in het oude patroon te schieten of in een reactie te schieten, dat ik dan kan kiezen om even een pas op de plaats. Oké. Als ik nu 100% onvoorwaardelijke liefde ben, hoe zou ik dan omgaan met de situatie? Dat betekent, dan krijg je antwoord. In het nu krijg je dat antwoord. En wat is er nog meer voor nodig? Dat we het grit om de aarde, het grit om de aarde van de derde dimensie loslaten. Dat we ons bewust connecten met de nieuwe zon, de zesde zon. En dat we ons verbinden met het vijfde dimensie veld, wat er al is. De aarde trilt al in de vijfde dimensie. Maar het is een keuze om je ermee te verbinden. Dus laten we een kleine meditatie doen, samen. Om in die verbinding te gaan zijn. Dat is het ook. We mogen helemaal gaan zijn. Dus we hebben zo geleerd. Voordat ik de meditatie doe, nog één ding. We hebben zo geleerd van jongs af aan. Dat je moet eerst iets doen. Om dan vervolgens liefde te ontvangen. Om liefde te krijgen. Je moet eerst iets doen. Om goedkeuring te krijgen, om goed genoeg te zijn. Dus op school al, hè, je haalt een goed cijfer en dan krijg je waardering.
ja, goed gedaan, mooi rapport. En anders, als je minder goede cijfers haalt, oh jeetje, wat vervelend. En wat is er aan de hand met jou? En hoe komt dat dan? En wat kunnen we eraan doen? Dus dan moet er van alles gefixt worden. Terwijl als je in het grondbeginsel zegt van, hey, iemand is al prachtig, iemand is al mooi genoeg, iemand is al helemaal compleet. Ja, want we hebben het wel over healing en zelfhealing, daar heb ik het ook over. Maar het grondbeginsel daarvan is wel dat je realiseert dat je al compleet bent. Het is niet dat er iets gefixt moet worden aan jezelf of aan een ander. Het is dat er dingen pijnen zijn en dat er dingen getriggerd worden. En die vragen om in het licht gezet te worden, om gezien te worden, gehoord te worden, doorvoeld te worden en begrepen te worden, zodat het kan integreren en mee kan groeien, kan upliften in de frequentie naar die onvoorwaardelijke liefde. Dat is de healing. Oké, een kleine meditatie. Je kunt gaan zitten, voeten plat op de grond, plaats één hand op je hart, één hand op je onderbuik. En breng je aandacht van in je ogen naar achter je ogen. Achter je ogen. Ga eens achter je ogen zitten en staar vanuit die plek de wereld in. Je ziet zonder te zien. Je bent aanwezig. In het nu, door te zeggen, ik ben in het nu. Ik ben nu hier op mijn stoel en ik weet dat ik hier ben op mijn stoel. Adem. En geef je lichaam toestemming om te ontspannen. Adem en geef je emoties toestemming om zich te laten zien, om door te stromen, om te voelen. Ze mogen er zijn, welke emotie het ook is. Adem. En geef de gedachten die nu voorbij stromen de ruimte om door te stromen, om te komen en te gaan. En stel je voor dat je die gedachten waarneemt en dan niet en ze niet vastpakt, maar weer laat gaan als voorbijdrijvende wolken of voorbijrijdende treinen of als aapjes in de bomen. En als je merkt dat je mee bent gestapt op zo'n gedachte, mee bent gestapt in die trein, op dat wolkje bent gaan zitten, op de rug van dat aapje, dan kun je ervoor kiezen om er weer af te gaan, uit te stappen uit de trein, van het wolkje af. Land in je eigen lijf. Bij je volgende uitademing sluit je je ogen. Adem, hoge frequentie, helend wit licht in en blaas uit alles wat jou niet meer dient in dit nieuwe veld van de vijfde dimensie. Alles wat jou nu tegenhoudt om volledig te zijn wie jij bent, adem het maar uit. Met de inademing, lichtkracht, hoge frequentie, licht, liefde, naar binnen tot in je botten en je bloedvaten en je bloedcellen. En adem uit wat jou niet meer dient.
Met je volgende ademteug stel je je voor dat je iedere cel in je lichaam waardering geeft. Dank je wel dat jij er bent. Iedere cel in je lichaam, je botten, je bloedcellen, je spieren, je pezen, je huid, je organen, je zintuigen. Iedere cel in je lichaam mag zich gewaardeerd voelen. En iedere cel in je lichaam geef jij nu waardering. Dank je wel dat jij er bent. Je kunt je ook voorstellen dat je elke cel in het licht zet. Iedere cel in jouw lichaam heeft yin en yang, heeft plus en een min. Dat mag nu stromen, die energie tussen de plus en min van het yin en het yang mag doorstromen. Yin aan de binnenkant, voedend. Yang aan de buitenkant, beschermend. Stel je voor dat alle cellen in jouw lichaam als kleine powercellen, energie, power oplichten. Dat je mega veel energie hebt. En dat is jouw energie. En je besluit dat jij deze energie die nu vrijkomt, gebruikt voor wat jij hier te brengen hebt. Deze aarde. Je geeft het niet meer weg aan autoriteiten buiten je. Je stelt iedere cel in jouw lichaam ten dienste van je eigen hart en ziel, je eigen innerlijke autoriteit, je innerlijke Boeddha, je eigen wijsheid. En om die kracht door te laten stromen, maak je ook een verbinding met de aarde. Via je voetzolen, open maar de poortjes in je voetzolen. En de poort in je basischakra, in je bekken, bekkenbodem. Naar de aarde, naar het vijfde dimensie grid van de aarde. Dankjewel, moeder aarde. Dat je er bent en voeding geeft. Diamanten licht vanuit de aarde. Adem door. En open ook je kruin naar de grote centrale zon. Zesde zon van de vijfde dimensie. Gouden licht, inspiratie, inspiratie. En laat dan die energie tussen de zon en de aarde door jou heen stromen, zodat jij nu de verbindende factor bent. En dat die energie jou de kracht geeft om te manifesteren datgene waarvoor jij gekomen bent, nu als ziel hier op aarde. Vanuit vertrouwen, ook al weet je helemaal niets meer. Vanuit het niet weten. En volledig in vertrouwen, in verbinding met je hart en ziel. In verbinding met je lijf. Met jouw
licht vult heel jouw lijf. Intentie is belangrijk bij het manifesteren. Dus breng je aandacht naar je middenas. Die door je kruin omhoog gaat naar de grote centrale zon. Door het midden van je lichaam omlaag en via je bekken, bodem, naar de aarde in. Kan wortelen in het grid van de vijfde dimensie van de aarde. Dank je wel. En je voelsprieten gaan naar die middenas toe. En die middenas, dat is jouw hara-lijn. En dat is ook de lijn van jouw intentie. Een lichtstraal, een intentie. En je hoeft het niet te weten, je hoeft er geen woorden aan te kunnen geven. Je kunt voelen dat het daar is. En verbreed maar 360 graden om je heen. Die middenas, laat hem maar groter worden en groter worden en groter worden. Zo groot als dat voor jou prettig is. Misschien wel 3 meter rondom je heen. Misschien meer of minder. En adem. Adem het breder 360 graden om je heen met de wortels in de aarde. En de verbinding boven met de zon. Om je heen. En adem het groter en kleiner. Jij hebt het stuur. En jij zit achter het stuur. Jij kunt schakelen. Je kunt remmen. Je kunt gas geven. Het is jouw leven. En je realiseert je dat als je nu trouw bent aan jezelf, als je die keuze maakt, dat je dan helemaal in je eigen kracht staat, in je eigen licht, in je hoogste potentieel, je hoogste frequenties. En vanuit dit zijn en jouw veld wat jij uitstraalt. Ben je er voor andere mensen? Andere mensen kunnen dit voelen. En je geeft daarmee door jouw leven te leven en daarmee het voorbeeld te zijn. Daarmee ben je een voorbeeld. Je hoeft het niet meer te doen. Je hoeft er niet meer moeite voor te doen. Je bent het. En daarmee inspireer je andere mensen weer om ook helemaal in hun eigen kracht te gaan staan, trouw aan zichzelf, aan hun eigen hart en ziel, voorbij het ego, voorbij het ratio. En je weet het onderscheid te maken. Als het vanuit kalmte komt, jouw ingevingen vanuit kalmte en stilte. En jouw ingevingen zijn zonder oordeel. Dan weet je, dit is de weg, dit is mijn pad. En zodra er een oordeel aangekoppeld is of een voorwaarde, pas als ik, puntje, puntje, dan kan ik, puntje, puntje. Die gedachtes, die ingevingen, komen niet vanuit jouw pure zijn, niet vanuit jouw hart en ziel. Die komen vanuit je programmeringen. Oude programmeringen die je nu los mag laten. Loslaten vanuit dankbaarheid en liefde. Voor alles wat het je geleerd heeft en gebracht heeft. En ja, het afscheid nemen kan hier en daar pijn doen.
Blaas uit. Breng je aandacht terug naar de plek achter je ogen. En neem je voor, want dit is een hele makkelijke oefening voor je, iedere dag opnieuw. Meerdere keren op een dag. Je aandacht terug achter je ogen brengen. Druk je handen aan op je hart en buik en laat dan je handen los, ontspannen. En adem je ogen weer open. Adem je ogen zachtjes open. En blijf met je aandacht achter je ogen, zodat je veel meer vanuit de eenheid en vanuit de verbinding waar kunt nemen, vanuit een neutrale plek. De weg naar huis. De weg naar thuiskomen is de weg naar binnen. Jouw lijf. Jouw leven. Ontspan je armen naast je. Adem in, verbind met de aarde, met de horizon om je heen, met de zon. Sluit je handen, sluit de tent, adem uit. Neem je armen mee voor je hoofd, naar je hart, naar een buiging. En herhaal nog 2 keer voor jezelf. Inademend. Uit. En door in te ademen door de neus. En uit te blazen door je mond. Activeer je jezelf, je lichaam om in beweging te komen. In door je neus, uit door je mond. Kom je helemaal in het hier en nu en in de actie, maar de actie komt vanuit het zijn. Niet vanuit dat je eerst iets moet doen voordat je waardering krijgt. Nee, het komt vanuit de waardering die er al is en vanuit jezelf. Gewaardeerd voelen, kom je in beweging. Ja, lieve mensen, dat was het. Een half uurtje met een mooie meditatie. 11 augustus. 11 uur, 11:11. Een hele mooie dag toegewenst. Ik zie nog verder geen opmerking in de chat, maar je kunt ook als je deze video later kijkt of de meditatie nog een keer herhaalt, kun je natuurlijk in de comments je vragen stellen of je ervaringen delen met elkaar. Tot de volgende keer. Doeg!